In deze productvideo wil ik het met jullie hebben over de Q-Sleep. Het campingbedje dat bij de Consumentenbond al verschillende jaren op een rij wordt uitverkozen als beste koop en zelfs als beste uit de test. We gaan het campingbedje even uitpakken. Hij wordt geleverd met handige draagtas en weegt ongeveer 9 kilo, dus is makkelijk mee te nemen. Ik leg hem plat op de grond. Om het bedje zit de bodemplaat. Die haal ik er als eerste even af. En dan vouwen we het bedje uit. Nou, voor het uitvouwen van het bedje is het heel belangrijk dat het midden van de bodem altijd omhoog blijft staan. We beginnen eigenlijk aan de buitenkant. De buizen trekken we omhoog. En zolang de bodemplaat dus omhoog slaat, zullen deze op slot springen. Valt de bodemplaat te ver naar beneden, dan blijft er te veel speling in. Trekken we hem gewoon weer een stukje omhoog. En dan zal ook de laatste buis op slot springen. En nu we de buitenkant hebben gehad, gaat de bodem naar beneden. Het bedje staat nu, dus de bodem kan erin. En zoals u ziet zitten er aan alle hoekjes rode stukjes klittenband. In de bodem van het bedje zitten gaatjes waar het klittenband doorheen kan. En dan kan de plaat aan de onderzijde van het bedje worden vastgelegd, zodat deze niet meer kan bewegen als de kleine erin ligt. En nu kan de kleine lekker slapen. Het Q-Sleep campingbed wordt geleverd in 4 verschillende kleuren. Wilt u deze nou een keertje komen bekijken? Kom dan even langs in een van onze winkels of neem natuurlijk even een kijkje op de website.